Het Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor slachtoffers in Nederland. Jaarlijks wordt 1 op de 4 Nederlanders slachtoffer van een misdrijf, ongeval of ramp. Ons streven is dat de juiste hulp voor iedereen beschikbaar is. Ik heb zo'n beeld als kind gezien van een vrachtwagenchauffeur die langs de kant van de weg precies zo zat. En op de achtergrond van een trailer met van die heipalen erop. En die man had een bocht genomen en had daarmee een kindje geraakt die op een fietsje. Nou ja, en dat, ik was geloof ik zo groot. En ik vergeet dat beeld ook nooit meer van die man die daar verslagen op die stoeprand zat. Moest ik onmiddellijk aan denken toen ik deze foto weer zag. En dat je die beelden, iedereen ziet die beelden natuurlijk zelf ook wel eens passeren in zijn leven. Elk jaar organiseert het Fonds Slachtofferhulp een fotowedstrijd om te zorgen dat wij, jij en ik, zien wat het is om slachtoffer te zijn. Lastig, omdat de grootste schade bij een misdrijf, ongeval of ramp vaak onzichtbaar is. Trauma's die je niet kan zien, maar die een leven totaal veranderen. En slachtoffer worden kan ons allemaal overkomen. Hier zie je een meisje die zich verschuilt achter een hondje. Ja, Is slachtoffer van huiselijk geweld. Ja. Maar sinds ze dat hondje heeft, heeft ze weer een zekerheid. Ja. Ze durft weer. Ja, ze tilt dat. Niet helemaal nog, maar het hondje houdt zich nog. Een beetje als ze daar voor. Verschuilt, ze zich achter voor de camera. Ja. Maar ze durft wel weer. Ja. Dat vind ik wel weer goed. Dat is ook weer een teken van veerkracht. Ja. Als een foto geluid kon maken, dan zou hier heel veel stilte liggen, maar ook heel veel lawaai. Het is iemand die belaagd is op straat vanwege zijn geloof. Hè? Ja. Ja. Maar hij zet zijn keppeltje niet af. Nee. Je ziet een soort van kwaadheid, maar ook een soort van weerbaarheid van ik vecht terug, ik laat me niet kisten. Maar ook wel een soort van verdriet. Want zeker als je weten. lang naar die ogen kijkt, heb je wel het gevoel dat er iets achter brandt. Dat het. Ik vind het een goed portret. Spannend. Ik vind het heel spannend. In eerste instantie toen ik deze zag, had iets heel, wat ik zeg, reclameachtig. Een soort ijsje leek het wel. Ja. Je ziet wel dat er ontzettend veel power, enorme verzameling van energie hier, die straks die bal een enorme klap gaat geven. Paf, weet je wel. Dus vind ik wel heel knap dat je eigenlijk alles ziet en dat je op het laatst pas ziet, Het kunstbeen. Ja. Dat Fonds Slachtofferhulp heeft er belang bij dat fotografen dit soort beelden maken. Ze hebben weer hun leven opgepakt en dat is het mooie van het fonds. Ja, dat is goed gekomen met die jongen. Doe mee aan deze wedstrijd. Geef het Fonds Slachtofferhulp met jouw fotografie een gezicht in onze samenleving. Dit jaar is het thema Hulp helpt. Zend een foto vanuit jouw specifieke invalshoek in en geef zo het thema een eigen bijzonder karakter. Je hebt de tijd tot 30 september.